Ik geef hem gelijk daarin, zo is het inderdaad. Waarom moet jij bewijzen dat je mij eens even flink aan de tand zal voelen? Omdat dat vaak... Op de basis van mijn boeken die je niet gelezen hebt. En dan eens eventjes iemand voor schut zetten ergens. Ik ben er niet op aard om voor schut te zetten. Ze schelden allemaal op Sonja Barends, maar die doet het een stuk beschaafder. Ik ben er niet op aard u voor schut te zetten. Ik ben er op aard u stevig aan de tand te voelen. Dat mag je, omdat maar ik interessante op een faire wijze. En niet zo van... Ja, maar hoe ken je de hele wereld en hoe ken je dit? Want dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik ken veel mensen, ja. Hoe legt u internationale contacten? Zou u ons daar iets over kunnen vertellen? Nou, door bijvoorbeeld, als ik denk, in Suriname speelt zich iets af wat doodzonde is. Want tenslotte hebben we daar 300 jaar gezeten. En als je in Miami in een Surinaams vliegtuig stapt en die stewardessen spreken Nederlands, dan denk je, ja... Er is hier een stuk Nederlands aan de andere kant van de Evenaar. Ik ben op het moment dat het heel kritiek was daar naartoe gegaan... en heb via meneer Herrenberg toegang gekregen tot meneer Bouters... omdat hij wist dat ik ook in de tijd de enige journalist was die naar Sukarno was gegaan. En zo heb ik dus een zeer bruikbare relatie met Bouters opgebouwd... die erop gebaseerd is dat ik hem niet achter zijn rug om... broddel of verneuk of rotte stukken schrijft. Nee, ik zeg het hem recht in zijn gezicht. In dit boek heb ik gezet, u bent verantwoordelijk voor die moorden. Dat vond hij ontzettend vervelend. Maar verder heb ik ook een andere kant van die man laten zien. Nou, door gewoon te gaan. Maar kunt u er begrip voor opbrengen dat de Surinamers hier dat voor een deel niet respecteren? Nou, dan zou meneer Haakmat niet volgende week mijn advocaat zijn. André Haakmat, de vicepremier van Suriname, is mijn advocaat in een kort geding tegen de NRC Handelsblad. En dat zou hij zeker niet op zich hebben genomen als hij mij niet zou respecteren. Nou, meneer Haakman, het is geen directe aanhanger van meneer Bouters. Toch zijn er stemmen in Suriname die hem bekritiseren. Ja, nou, gelukkig. Ja, dat is gezond verschijnsel. Er zijn ook hier stemmen die me bekritiseren, maar dat laat Siberisch koud. Want meestal weten ze niet waar ze over kletsen. Nou wil ik wel een glaasje water, want ik heb me zo moeten inspannen om dit recht te trekken. Wat leveren die publicaties, meneer Oltmans, nu eigenlijk op? Geen ben ik ook zo benieuwd naar. Nee, niet financieel. Oh, pardon. Ik bedoel het volgende. U komt voortdurend met fantastische theorieën dat... Weer? Dat mag ik toch zo samenvatten? Je mag alles zeggen, maar ik vind het niet gezellig dat je mijn oeuvre, wat daar achter het gordijn ligt, dat je dat samenvat als fantastische theorieën. Dat vind ik... U weet helemaal niet waar ik naartoe ga. Oké. De vraag is dat u allerhande theorieën noteert, waarin bijvoorbeeld staat dat Texaanse oliebaronnen Kennedy zouden hebben vermoord, of de CIA wilde via Greet Hofmans koningin Juliana wippen. Het vervelende is, durf ik te constateren, dat het veelal oncontroleerbare feiten zijn. Nou, als je nou met die Kennedy-zaak, hè, waar die Texas oil people, hè, de meest intieme vriend van Oswald was dus een Russische oliemagnaat, graaf de Morenschild. Nou, daar heb ik me 10 jaar in verdiept. Ik weet niet of jij 10 jaar naar Dallas bent gegaan om uit te zoeken wat precies die relatie was tussen die oliebaron en Oswald. Nou, Oswald heeft hem doodgeschoten, zeggen ze. Nou, in die 10 jaar zijn mij bepaalde gegevens bovengekomen bij die meneer. En toen die op het punt stond om zijn hele verhaal bij de NOS-televisie en Strengholz uitgeversmaatschappij vast te leggen, werd hij vermoord. Ja, dat nou, maakt het een beetje ontoelierbaar. Ja, dat maakt het voor mij heel vervelend. Ja, maar er zijn, ik geloof, 38 mensen vermoord in de Kennedy-zaak die daar te dicht bij de bron kwamen. Nou, maar het is toch een opmerkelijk verschijnsel, meneer Oltmans, dat u bij de oplossing van de moord van Kennedy klaarblijkelijk de sleutel heeft, in de hand heeft gehad? Dat wil ik niet zeggen, maar ik was er dichtbij. En daar heb ik een boekje over geschreven. Maar heeft dat u aanzien in de wereld gegeven? Interesseert mij absoluut niet. Of jij of de wereld, wat is dat voor een snapbegrip? Het aanzien in de wereld, who the hell cares? Geef jij erom? Jij blijft misschien wel, maar ik niet. Ik vind het wel prettig om serieus genomen te worden. Ja, nou, ik dacht dat ik dat door jou ook werd.
Want anders was ik hier niet naartoe gekomen. Er zijn delen van uw persoonlijkheid die ik beslist serieus neem. Ja, maar iedereen is gefragmenteerd. Freud noemt het, we zijn een collage. Er zijn ook delen waardoor u een kleurrijk, interessant verschijnsel in onze samenleving vindt. Ja. Maar dan ben ik het niet op alle punten met u eens. Daarin dat heb is ik iets nooit, anders. Meneer Oldmans, met uw mooi weer over gespeeld. Dat weet u ook heel erg goed. Ja, maar luister, meneer Van Dis. Ja. Als u mij hier vraagt in uw programma, hè, en u komt, slaat om als een blad, hè, en zit hier dingen te verkondigen van nemen ze u serieus, et cetera. Dat is half. Het valt mij zo op, als ik bij wijze van spreken tegelslichten van Henk Hofland neem. Ja. Hè, dan staat in dat veel critici... Maar waarom verschuil je achter Hofland? Waarom...